Gaan we door naar een nieuwe zaak. Deze speelt zich af in Rotterdam. Daar zoeken we deze man. Hij heeft een opvallende sjaal om. Op de grens van Rotterdam met Capelle aan de IJssel ligt metrostation Capelse Brug, met daarnaast de Steve Biko-plaats en deze Spar-supermarkt. Zaterdagavond 6 januari rond 7:50 is het bijna sluitingstijd, wanneer deze man voor de ingang even iets bij zijn gezicht recht trekt. Een bivakmuts. Hij gaat direct op zijn doel af, de kassa. De overvaller bedreigt de medewerker met een vuurwapen en geeft hem een plastic tasje waar het geld in moet. Ook de tweede kassa moet open. Daarna gaat hij er weer snel vandoor. Ja, en deze overvaller had zijn gezicht zo goed ingepakt dat we er eigenlijk niets van kunnen zien. Je vraagt je bijna af hoe hij zelf nog wat zag. Maar we zien natuurlijk wel een paar specifieke dingen aan zijn kleren. Zoals die opvallend geelgroene sjaal. Hij droeg een zwart petje met een embleem. Misschien herkent iemand dat. En ook zijn donkere jas met grijze mouwen viel op. En hij had donkere sneakers met witte zolen aan. Nog een spoor, wanneer hij eigenlijk vrij rustig weer naar buiten gaat, staat hij verderop even stil bij het raam. Waarschijnlijk pakte hij daar een fiets. Een getuige zag hem aan de achterzijde van de Spar supermarkt nog wegfietsen. De voor de auto's doodlopende Jan Pallachstraat in. De overvaller vluchtte daarna waarschijnlijk via de Schravenweg verder. Meld het als u dat heeft gezien. Ga naar de site om de beelden nog even terug te kijken.